Hallo, ik ben Dorien Reinaert. De meesten van jullie kennen mij waarschijnlijk uit de buurtpolitie, maar ik ben ook vrij actief op Instagram en ik heb onlangs de Blindfold Challenge mogen doen van Lola Lisa. Nu, dat was heel leuk, maar ook wel een beetje spannend, want ja, geloof je blind toekt in de winkel rond. Dus de eerste keer heb ik tegen een paar mensen aangelopen, dus ze hebben dat een tweede keer moeten doen. En dat was eigenlijk wel geslaagd. Kijken jullie ook? Oké, ik sta hier nu voor de Lola Lisa winkel op de Groenplaats in Antwerpen. En ik ga naar binnen gaan, want ik moet geblinddoekt een kledingstuk uitzoeken. Kei spannend. Met dat fantasieker op de zijkant, een skinny. Dat is altijd goed. Ik heb dat goed gekozen met een vriendenkop. En nu combineren. Ziezo, voilà. Je hebt kunnen kijken dat het niet zo eenvoudig is om geblind op een kledingstuk uit te kiezen, puur alleen op de tast. Maar het is mij wel gelukt. En ik moet zeggen, ik ben heel blij met mijn blindfold. Het is deze broek geworden. Een skinny jeans, altijd goed. Met een leuk fantasieker op de zijkant. Maar het plezantste van alles, je hebt die in twee kleuren, dus in het donker, maar ook in het licht zoals ik nu aan heb. Dus ja, je kunt dat met van alles combineren. Hè. En nu gaan we naar mijn eerste outfit kijken. Zo, dit is dus mijn eerste look. Dus ja, mijn jeansbroek uiteraard, met een leuk truitje, met wat glitters in, om het wat specialer te maken. Een lange vest in een roestkleur. Ik vind dat wel eens leuk om een andere kleur te dragen, altijd dat zwart en dat grijs, want dat is soms heel saai en ik draag er nogal veel. En dan, ja, heel leuke botjes met een korte hak, dus het ziet er eleganter uit en het is toch comfortabel. Ja, deze outfit is perfect voor in het tussenseizoen, gelijk de herfst, om met mijn vriendin naar het stad te gaan om een koffietje te gaan drinken. En nu gaan we naar mijn tweede look. Zo, dat is mijn tweede look. Ja, zoals jullie kunnen zien, een warme trui. En ja, daar hou ik wel van, zeker met de koude winterdagen die eraan komen. En ja, ik ben zelf wel fan van dierenprints en dit is, ja, een beetje gelijk de zebra dat te lang in de zon heeft gelegen. Dus ik vind dat wel heel leuk, zo'n losse trui op mijn skinny jeans. En dan voor mijn schoenen heb ik gekozen voor een stoer botje, met toch een fantasieke. Omdat ja, zo'n stoere outfit, ik vind dat eigenlijk minstens even leuk om te dragen dan een vrouwelijke outfit. Dus daarom. En ja, dit zou ik aandoen om bijvoorbeeld met mijn man naar de cinema te gaan. Toch opgekleed, maar comfortabel. En nu gaan we naar mijn derde look. Zo, dit is mijn laatste look. Ik heb gekozen voor een rode mantel. Ik hou enorm hard van de kleur rood. En ja, zo'n jas, ik vind dat fantastisch als het wat kouder is om dat aan te doen. Dat is lekker warm en het ziet er heel mooi uit en elegant. En ja, voor daaronder heb ik gekozen voor een simpele zwarte shirt met lange mouwen. Omdat die jas al genoeg aandacht trekt. Maar toch een klein decolleteetje. En dan voor de schoenen zijn het sneakers met toch wel een speciaal motiefje. Maar sneakers, ja, om een outfit toch een sportieve touch te geven, want dat vind ik altijd wel leuk. Deze look zou ik perfect kunnen dragen om naar een event te gaan. Ik word daar regelmatig voor uitgenodigd. En ja, zo'n jas, dat maakt het toch wel iets gekleder. En tegelijkertijd blijft het wel lekker sportief, dus dat is wel heel leuk. Voilà, dat was het. Voilà, dat was mijn styling. Ik vond het superleuk om te doen, maar ik ben vooral benieuwd naar welk kledingstuk jullie het leukste vinden, dus laat dat zeker weten in de reacties. Alle items zijn ook gelinkt in de beschrijving en vergeet niet te subscriben op het kanaal van Lola Lisa op de rode knop hieronder. Salut!